groot. Yo mensen, welkom bij deze nieuwe video hier op Groot. Zoals jullie kunnen zien, we gaan Call of Duty World of War spelen. Want ik heb op het moment maar 3 USB port in mijn computer en ik wil eigenlijk Modern Warfare spelen. Maar die staat op een externe harde drive die je met een USB port erin doet. En dan een muis erin, een microfoon en mijn webcam en dan... Ja, dan werkt het niet. Dus ik moet even naar de Action en zo'n gare USB adapter ding kopen. Anyway, voor nu gaan we gewoon even lekker dit doen. Zoals jullie kunnen zien, ik ben heel druk en aanwezig. En niet mijn vorige video waarin ik een fucking half dood persoon was ofzo. Anyway, deze video gaat zo kort mogelijk zijn, want ik wil eens een keertje uitproberen hoe korte video's die beter geëdit zijn ontvangen worden. Dus we gaan één potje spelen. Oh, je wil meer? Oh, jammer dan. Kijk mijn fucking langere video's. Want dat doet niemand. Oké, Red Army, je weet zelf. Wat hebben we hier? Type 100 SVT, bar, double barrel. Doe mij... Ik zou normaal voor de sub gaan, daarom ga ik voor de bar. En waarschijnlijk ga ik zo toch switchen naar de sub, omdat ik... Nee. Omdat ik niet kan spelen met de bar, want ik heb nog nooit gedaan. Ja, oké, we have last lead. Prima. Wat is dit voor fucking grafgun? Wat is die fuck? De recoil gaat naar de fucking zijkant. Wat is dit voor ebo... What the fuck? Ja. 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 Waarom de fuck ben ik deze kut game aan het spelen? Waarom is deze hele game gewoon... Waarom is iedereen in deze game of de beste of ik? Je bent of goed of je bent ik. Dat is gewoon, dat is... Dat zou een hele mooie fucking Steam description zijn van de game. Gewoon Call of Duty World of War. Of je bent goed of je bent Sebastian. Koop het nu. 20.000 fucking... Ik zou er 60 euro voor betalen. Makkelijk gewoon neer. Leg die shit neer. Koop hem ook op Xbox. Betaal er 70 euro voor. Gewoon meteen doen. Gewoon niet eens over nadenken. Gewoon je ouder, gewoon je... Weet ik veel, je hebt een goed rapport of zo, je hebt er 5 euro bij, wat dan ook. Gewoon elke fucking cent telt. Ik weet niet hoeveel mensen voor een goed rapport krijgen, want... Mijn basisschool deed niet aan rapporten. Maar, godverdomme. Gewoon elke fucking... Dus ik heb echt maar één rapport gehad tot nu toe. Elke cent telt, elke cent. Gewoon elke euro gewoon erbij tieven. Gewoon doet er allemaal bij. Gewoon puur zodat je deze game kan kopen. Oh, je hebt eindelijk de fucking 60 euro en ze hebben het verhoogd naar 120 euro. Oh, nou terug naar het sparen. Want dit is de beste fucking game die ik ooit heb gezien. Dat is het. Oh, deze game is 20 jaar later nog steeds niet dood. Nee, natuurlijk niet. De fucking natuurlijk niet. Dat. Dat is alles wat ik kan zeggen. Dat was heel raar, want ik ging door met schieten terwijl ik niet meer aan het schieten was. Maar het boeide toch niet, want ik had die pil toch niet meer gepakt. Gewoon doen. Oh, je koopt de beste fucking gaming PC in de wereld om deze game te runnen. Ja, nee. Totally agree, weet je. 100%. Oh, dit wordt een nieuwe fucking benchmark test. Ja, natuurlijk, man. Great. Ik word heel gelukkig. Oh. Sinds deze fucking game is uitgekomen, is fucking depressie en zelfmoord erboven gaan. Oh, boeit niet. Toch verkopen. Dit is de beste fucking game. Oh, godverdomme. Oh, we zijn aan het winnen. Nou, die zag ik niet aankomen. Ik word trouwens niet heel gelukkig van dit geweer. Oh, nee. Hoe durf je mij zo te behandelen? Vieze lul. Ik zag je lopen. Nope. Hoeveel fucking zijn er? Maar man. Nee, dat was mijn kill. Je steelt mijn moord. Dat vind ik niet lief van je. Daar word ik nou dus... Niet gelukkig van, daar word ik wel gelukkig. Oké. Man zat daar gewoon te viben. Man was gewoon vibing. Gewoon, ken je dat als je gewoon aan het viben bent? Man was gewoon volledig aan het viben. We gaan hele illegale shit daar. Man was gewoon even aan het viben. Gewoon, weet je. Oh jezus, shit. Gewoon pak je fucking zak chips. Ga voor de tv zitten. Ga wat de fuck doen wat je ook graag doet. Weet ik veel, ga je picture of zo. Man was gewoon aan het fucking viben. Hij was volledig aan het viben. Hij zat daar gewoon.
Hij zat daar gewoon midden in de fucking Tweede Wereldoorlog. Wat is dit, midden in Berlijn of zo? Nou, hij was een Duitser. Gewoon midden in zijn fucking stad die helemaal naar de tyfus werd geholpen. Gewoon viben. Gewoon, ik ga toch wel dood. Gewoon nog even viben. Gewoon even de jongens erbij roepen. Hey Heinz. Hey Adolfo. Wat? Had ik nou die kill? Neuk je moeder. Maar gewoon vibe, weet je. Gewoon roep Heinz erbij. Hey fucking Jan, weet ik veel. Dat is geen Duitse naam. Gewoon roep fucking ketchup persoon. Fucking Heinz. Dat is de enige fucking kut Duitse naam waar ik op kan komen. Fucking pak Heindrieg erbij. Gewoon even viben. Gewoon hey Heindrieg. Hey Heindrieg, heb jij nog even een sniper? Ja, die heb ik wel. Oh, gewoon even viben. En die man was aan het viben met Heindrieg. En als Heindrieg erbij is, dan weet je dat het viben wordt. Neuk je moeder. Gewoon als Heindrieg erbij is, dan weet je gewoon dat je aan het viben bent. Dan weet je gewoon, oké, shit is getting real, want fucking Heindrieg is er. Wie de fuck is Heindrieg? Wie de fuck denk je dat Heindrieg is? Ja, donation. Fucking donations to keep the server. Neuk je moeder. Gewoon niet voor deze game. Nee. Oh, fucking elke server kost vanaf nu 25 euro per minuut om te spelen. Oh, doe het. Hey, moeder. Moeder. Wil u weten waarom de fucking rekening zo hoog is? Omdat ik weer het videospel heb zitten spelen. Oh Hans, dan is het goed. Dan mag het. Dan eet ik wel niet vanavond. Gewoon wat je allemaal wel niet voor deze fucking game doet. Wat, ik sta fucking 15 om 17, wat kut. Oké, dat is nu 15 om 18. Man zat niet te viben. Ik zag hem niet eens. Het waren er twee! Het waren er drie! Het waren er eindelijk veel! En ja, die heb ik uit die einde game in haar video. Dat is ook weer tyfus oud alweer. Dat is echt fucking 2016 of zo. Toen was ik fucking Cat Mario aan het spelen. Shit, dat was... Die shit was fucking legendary, what the fuck. What the fuck denk je dat je aan het doen bent? Nee. Mag ik fucking switchen? Ik mocht niet switchen. Gewoon de fucking switch is gewoon gecanceld, afgeranseld. Iedereen die met het fucking ontwerp kwam, gewoon gefucking marteld met een zweep. Allemaal dood. Oké? Allemaal dood. Gewoon omdat ik niet mocht switchen. Allemaal afmaken. Allemaal afranselen. Allemaal ronselen voor een of andere fucking IS-groep of zo, weet ik veel. Gewoon doodmaken. Dat is wat er gebeurd is. Ik kan niet verder met deze grap. En waarom niet? Omdat ik niet zo goed ben in video's maken en ook het. Kijk, wat een beetje het rare is. Wat een beetje het ding is met YouTube. Is. Je moet goed zijn in YouTube te kunnen doen. Ik ben niet goed in YouTube. Mensen zijn. Weet je wat ik altijd zo raar vind? Je hebt altijd zeg maar die grote YouTubers. En dat is wel echt. Die doen altijd alsof alles zo moeilijk was, weet je. Terwijl je echt zit van. En bijvoorbeeld, ik had een keer. Was ik zo'n video van Doe Maar Game aan het kijken. Ja, toen nog Doe Maar Game was. En hij zat zo van. Ja, in het begin was wel moeilijk. Toen ik eindelijk mijn 1000 subs had na een half jaar. Was ik zo blij. Bitch, ik ben het nu al 4 jaar aan het doen. En ik heb 70 abonnees. En dat is sinds Denzel erbij is gekomen. Weet je. Het is. Fucking. Maar ik moet eerlijk zeggen, ik ben ook niet zo'n heel erge tryharder. Ik upload niet zoveel. Voor mij is het meer gewoon een beetje een hobby. Maar ik vind het wel een leuke hobby. Ja, misschien moet ik dingen. Maar ik heb altijd ook een beetje. Als iedereen de nieuwe Call of Duty Modern Warfare aan het spelen is. Oh, wat de fuck ben ik dan aan het doen? Oh, dit. Oh, heb ik de Call of Duty Modern Warfare niet? Oh, die heb ik wel hoor. Dus ik ben gewoon dit aan het doen. Waarom? Omdat ik geen Action USB ding heb. Dat is de volledige reden. En de enige reden. En de beste reden. En mijn enige reden om te leven. Ja. Nee. Dievensleier. Ik wou hem afmaken. Man heeft een fucking scope op zijn STG gezet. Hoe de fuck wil je dat ik hier... Dat is gewoon sabotage. Dat is gewoon de definitie. Hoe de fuck wil je daarmee spelen als man... Als die man, hè? Ik zweer het. Als ik zo meteen gekild word... Door iemand met een fucking STG met een scope op de fucking killcam.
En ik kijk hem op in het fucking ding. En hij heeft een fucking goede KD. Dan ga ik boos worden. Dan ga ik helemaal agressief worden. Gewoon dan word ik agressief. Het hele ding met de fucking korte video is overigens ook niet gelukt. Want dit is mijn tweede potje. Dit video is nu waarschijnlijk alweer 20 minuten. En dat is niet wat ik wil. Het idee was eigenlijk een beetje dat ik zeg maar 5 minuten video's ging maken. Nou, dat lukt niet als je Call of Duty gaat spelen. Dus dan maak ik 10 minuten video's voor de Call of Duty. Maar het is nu sowieso al 20 minuten. Want die potjes duren 10 minuten per stuk. En ik knip er veel te weinig uit. Oh, godverdomme. Hallo mensen. Dit is editing Sebastian om 1:30 s'avonds. Het is eigenlijk 's nachts, maar ik noem het 's avonds. Op mijn sleepschema. Mijn slaapschema is niet heel goed. Het hoorde eigenlijk de tweede aflevering te zijn, maar de footage van de eerste aflevering was heel kut. En ik vond een perfecte manier om de originele intro naar de tweede fucking gameplay segment te transitionen. Dus ik dacht, anders win-win. Dan wel een kortere video. Dus het is heel goed, maar er is geen eerste ding. Dus dat is waarom ik zeg dat het de tweede game is, maar het is maar de eerste voor jullie. Dus dat, ja, ik ben heel moe, maar ik wil deze fucking video afkrijgen, want ik heb nog een andere video van Minecraft Skywars die al online staat. En daarin refereerde ik naar deze video, dus ik moet die video na deze video online zetten, maar ik heb hem al klaar. En ik wil hem fucking online zetten, dus ik moet dit doen en het is ja, dus dit. Deze shit is nu ook al 1 minuut 15 seconden. Het is niet fijn, dus ik ga dit stoppen. Doei. Godverdomme. Dit potje is heel, heel fucking good. Als het een fucking camper is, hè. Godverdomme, ga daar lekker zitten met je fucking motion en dan is je waardeloos. Ja. Ja, en dan word ik geairstrikt. Oké, ik sta onder een dak. Als ik nu nog word geairstrikeld, dan ga ik boos worden, jongen. Ik stond achter dat fucking ding. What the fuck? Ja, natuurlijk. No fuck, natuurlijk. What the fuck deed hij dat? Oké, leuk. Ik sta 20 om 32. Ik fucking haat deze game. Ik ga nooit meer deze game spelen. Jullie zullen nooit meer een fucking Call of Duty World at War gameplay op mijn fucking kanaal zien. Al zou ik er 1000 euro voor krijgen, dan zou ik het meteen doen. Maar die krijg ik niet, dus ik ga het nooit meer fucking doen. Het is de dikke fucking tering aan mij. Geef me dat. Nee, dat is niet wat ik wou. Ik wil die fucking PPSA. Nou, doe maar die Magnum. Weet je wat? Ik heb 1 revolver. Weet je wat, bitch? Ding is waarschijnlijk fucking kut. Dat is de enige fucking gun of zo die ik nooit. Oh nee, trouwens, die had ik geloof ik aan het einde wel unlocked. Totdat mijn game gereset werd en dat is waarom ik nu bijna niks heb. Ja! Heel gelukkig. Even. Wat? Waarom heb ik dat weer? Godverdomme. Oké, dat is een fucking kill. Het is iets. Was het een goede kill? Nee, niet eens een beetje. Maar was het een kill? Half. Ja, dat is een kill. Niet de beste kill, maar het is iets. Nou, leuk voor ze. Ik zal je nu alweer zeggen dat ik 27 keer verkracht ga worden door die kuthonden. Ik heb altijd zoveel fucking pech met enemy kills in deze game. Ga dood. Ga fucking dood. Net zoals dat ik niet eens weet waarom ik nog de fucking care packages in Modern Warfare gebruik. Want het is echt 9 van de 10 keer krijg ik er zeg maar zo'n simpele radar ding uit ofzo. Die dan zeg maar 1 kill minder kost. Dus dan is het een beetje, je hebt je shit verziekt. Dus gewoon, daar gaat je, ja, had je net zo goed zo'n airstrike in kunnen zetten. Zo'n ding, zo'n 1 raket. Zo'n glide. Glide rocket, glide missile. Zo'n fucking glijmiddel, dat. Dat had je net zo goed in kunnen zetten. Dan had je misschien nog wel een kill gehad. Oké, geef mij maar die recon plan. Wat wil je nou dat ik hierop zeg? Wat?
Wat wil je dat ik hierop zeg? Oké, okay, we hebben een FG. Hey, we hebben die 357 unlocked. Yay. Wat? Dit hoef ik allemaal niet. Wat is onze KD spread? Min 10. Oh. Oh, fijn. Nee, ik wil niet naar de fucking volgende game. Nee. Nee, fucking lief. Fucking, ik druk 60.000 keer op fucking lief. Neuk je moeder. Godverdomme. Oké, okay, ja, nee. Lief game. Laat me gewoon lief. Dankjewel. Oké. Dat was dit voor deze fucking aflevering. De beste aflevering die ik ooit heb opgenomen. Ik word er zo gelukkig van. Dit is de vakantiecontent die jullie van mij verwachten. Dit. Ja. Ik heb het weer goed gedaan. Ik ben zo blij met mezelf. Ik heb het weer mooi gedaan voor de camera. En tot de volgende video. Die hopelijk waarschijnlijk alsnog even shit is. Doei.